Dag Barbara, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Zeg, je bent onlangs Mrs. Top of the World geworden? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben Mrs. Top of the World. Dat is een paar weekjes geleden, op 18 mei. Een finale 18 mei, ja. En hoe is dat meegevallen, die finale daar? Dat was echt super spannend. Is alles heel goed verlopen. Dus we hadden verschillende defilés. Dat was nationaal kostuumdefilé. Dan bikini en nog avondjurk. Hoe komt het dat je gewonnen hebt, denk je? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar ik denk dat we hebben daar heel veel moeten doen eigenlijk. Dus personeelprofiel, interview. En dat was ook nog talentronde. Dus dat kan wel belangrijk zijn eigenlijk voor wie gaat winnen. Nu, die Barbara, wie is dat nu eigenlijk? Van waar ben je? Ik ben eigenlijk geboren in Polen. Ik woon hier in België al 11 jaar. Ik heb een zoontje van 10 jaar. En ik heb gewerkt als accountmanager en administratieverantwoordelijke. Nu ben ik eigenlijk een modeontwerpster. Ik heb mijn eigen exclusieve Haute Couture Collection. Merknaam is Angelo De Moni. Maar dat is niet min. Wat zoek je met je eigen ontwerpen te bereiken? Ik wil eigenlijk heel groot internationaal worden. Dus voorlopig, ik ga alles promoten. En ik hoop in de toekomst veel te bereiken eigenlijk met mijn merk. Denk je dat je de titel Mrs. Top of the World je daarmee zal helpen? Ik denk het dat dat een springplank is eigenlijk voor voorbereiding voor een grote promotie. Jawel, dat kan wel zijn. Ja. Zeg nu. Want ja, zo'n finale, hoe zit dat nu eigenlijk in? Je gaat die filets lopen. Wat soort die filets moet je daar doen bijvoorbeeld? Dus we hebben voorbereidingen gehad. Welke voorbereidingen moet je daarvoor doen? Eigenlijk hoe we moeten lopen op de stage. Dus dat was echt super leuk. We hebben echt heel goede voorbereidingen gehad. En op de finale. Dan moet je dat gewoon doen. Gewoon jezelf blijven en alles onthouden wat heb je geleerd. En dan kun je je best doen. Ja. En met hoeveel meisjes was je daar aanwezig? Wij waren met 20 verschillende landen. Ja. Amai, en dat is eigenlijk internationaal, over heel de wereld dan? Ja, inderdaad. Jawel, jawel. Ja. Met welke meisjes had je de beste band? Ik kwam overeen met iedereen heel goed. Maar de beste band had ik eigenlijk met... Met Nederland. Ah, ja. Ja. Hoe komt dat? Omdat wij woonden samen in hetzelfde kamertje. Dus we hebben elkaar hier goed leren kennen. En ik vind haar geweldig. Ja, ja. Zeg, met die defilés die je hebt moeten doen, ja. Was dan je eigen ontwerp dat je mocht dragen? Ja, voor de nationaal kostuum heb ik eigenlijk gebruik gemaakt van mijn eigen ontwerp. Ja. Ja. Waren er nog andere dingen buiten die defilé dat je kon doen of moest doen? Buiten de filiers. Jawel, personal profile interview. Dus dat was een video van 3 tot 4 minuutjes. Wij moesten onszelf voorstellen, een beetje vertellen over ons land. Dat heb ik moeten doen. Ik vond het wel heel spannend, heel fijn. Was er iemand van Polen ook bij? Jawel, jawel, klopt. Ja, ja, ja. Spreek je nog Pools? Zeker, zeker. Ik spreek Pools. Ja, heel goed zelfs. Dat is mijn moedertaal, ja. Op deze personal profile heb ik nog extra titel gewonnen. Dat is Mrs. Glamour Top of the World. Ja. En voor wat staat dat, die Mrs. Glamour Top of the World? Dat is een schone verschijning, denk ik. Ja, ja. Dat is absoluut zo. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Absoluut, ja. En we hebben nog talentenronde gehad. Dus dat is eigenlijk, ik heb mijn collectie Angelo De Moni gepresenteerd. Ik heb daarvoor een meisje gebruikt als model. Zij had eigenlijk heel goede figuren, dus perfect. Het was Mrs. Letland. Ja. Zij had toen geen talentenronde moeten doen, dus ik heb haar gevraagd. Ze is een heel lief meisje, dus zij zei, jawel, jawel, ik wil dat wel voor u doen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb haar laten zien, mijn collectie. En ik heb nog een dansje van... Despacito gedaan, Latijn. Leuk, dansen. Dansen doe je dan ook?
Ja, dat doe ik wel. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, okay. Zeker. Dan moet je bij gelegenheid eens doen, want ik ben heel benieuwd hoe jij kan dansen. Nee, zonder muziek. Ja, nee, geen probleem. Wat denk je nu nog verder? Hoe ziet je carrière er verder uit? Ik wil zoveel mogelijk acte de présence doen. Ja. Dus als Mrs. Top of the World? Zeker, jawel. Ja. En ik wil ook in de media meer en ik wil iets eigenlijk bereiken. Ja. En daarna, want ja, zie je dat, want nu ga je je bent nu een jaar Mrs. Top of the World. Ja, ga je daarna nog aan verkiezingen meedoen of zie je dat? Dat weet ik nog niet eerlijk gezegd, want nu ben ik eigenlijk verbonden met de Mrs. Top of the World organisatie. Daar ga ik over nadenken, zeker in de toekomst. Ja. Ja. Super. Ik wens je nog een heel prettig en leerrijk jaar toe. Veel succes nog, Barbara. Hartelijk bedankt. Hè. Ja.